Brian, terug op het oude nest, maar nu in het shirt van Feyenoord. Hoe voelt dat? Nou, voel lekker. Ik moet zeggen, wel leuk om weer hier te komen. Jammer dat er geen publiek is, dat er niet veel mensen, dat ik die ook niet kan zien. Maar ik moet zeggen, het is wel altijd leuk om hier in Sittard te komen, absoluut. En je was belangrijk vandaag. Hoe zat je in de wedstrijd? Nou, ik vond dat ik vandaag wel lekker in de wedstrijd zat. Natuurlijk belangrijk bij de penalty, maar verder ook wel aanwezig. Ik denk dat ik wel een prima wedstrijd heb gespeeld en het voelde wel lekker op veld. Ja, en je zegt de penalty, die volgde na een overtreding op jou. Wat gebeurde er op dat moment? Ik nam hem met mijn borst en met mijn hoofd mee naar binnen toe. En op dat moment word ik geblokt. Ik heb hem nog niet teruggezien of het wat was uiteindelijk of niet. Maar ja, ik word wel de pas afgesneden en hij blokt me opzettelijk. Maar ja, het was een penalty. Daar waren we op dat moment wel blij mee. En net daarvoor de goal van Senesi op flinke afstand in de kruising. Dat moet genieten zijn. Ja, ook, nee. Ik weet niet wat hij dit seizoen heeft, maar die twee goals die hij nu al heeft gemaakt, ja, die zullen wel nummer 1 en 2 van het seizoen gaan worden in de Eredivisie, denk ik. En is het vanaf dat moment ook de controle houden, de poorten dichtgooien? Je probeert wel nog te prikken. En, net zoals we daarvoor ook deden, want met twee kopballen van mij als assist op Jurgensen en op Coxie, ja, dat hadden ook de 1-1 eigenlijk kunnen en moeten zijn. Dus ja, die kansen die ga je wel krijgen, maar je moet wel door blijven gaan. In de eerste helft deden we dat eigenlijk heel erg goed. En de tweede helft zakte wat meer in. Maar vanaf daaruit hadden we ook nog wel wat kansjes om, als we het beter uitspelen, om toch te kunnen scoren. Alleen ja, uiteindelijk is het wel zorgen dat de poort inderdaad gesloten blijft. En vanuit daar zien we wel verder, want de 3 punten die zijn voor ons op dat moment. Precies, inderdaad, het resultaat dat telt uiteindelijk toch? Ja, vooral als je zo lang met 10 man speelt. En tenslotte, je verliet het veld met een blessure. Hoe gaat het met je? Nee, het gaat wel goed hoor. Het gaat wel goed. Ik kreeg ook binnen 1 seconde, niet eens 1 seconde, 3 tikken te verwerken. En toen schoot het even in mijn been, maar het gaat goed. Oké, dus gewoon vertrouwen dat je richting Moskou Zeker weten, dan zijn we erbij.